En in 2012 hebben we een contract getekend voor toentertijd 4 jaar. En daarna is het telkens verlengd voor 2 jaar. En wat zien we in de stad gebeuren? Dat wij jonge, ambitieuze mensen binnenkrijgen die heel graag voor ons willen werken. Maar na 2 jaar zeggen, wat is nu mijn toekomstperspectief? Dus het zou voor ons handig zijn in het kader van de arbeidscontracten. In het kader van contracten die we aangaan met leveranciers. Om een zekerheid te hebben voor een wat langere termijn. Vandaar dat we ervoor gevochten hebben om het 4 jaar te maken. Van dat budget betalen we natuurlijk de organisaties, logisch, de uitvoeringskosten. En we ondersteunen meer dan 40 evenementen in de stad met een bijdrage die ze bij ons kunnen aanvragen. En als dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan krijgen ze daar een ondersteuning van. En dat is ook altijd rond de 2 ton per jaar die daar uitgaat aan evenementen. Dus we ondersteunen de evenementen in woord en daad. We maken van tekeningen, veiligheidsplannen, maar we ondersteunen ze ook met financiële middelen als we daarvoor aangevraagd hebben. Nou, we zijn nog niet verhuisd en het bestuur heeft er ook nog geen besluit over genomen. Maar er zijn plannen om naar het ledenboerpand te gaan. Dat is een mooie plek, midden in het centrum. En op de plek waar we nu zitten, daar moeten we uiteindelijk weg. Omdat daar straks het water langs gaat lopen. Dus, Het is duidelijk dat ze uit het havenblok moeten. Daar zaten ze op mooie zichtlocatie met veel verkeer langs de deur. Zodat ze ook heel erg zichtbaar waren. Ik snap dat de stichting aan het kijken is van waar kunnen we ons huisvesten. Ik weet ook dat er onder andere gesproken is van kunnen we niet in het gemeentehuis een plek kunnen vinden. Nee, ik weet dat die gesprekken gevoerd zijn. Maar goed, dat had ook allerlei mitsen en maren. Daar zijn ze niet goed uitgekomen, heb ik begrepen. Vandaar dat de stichting nu aan het kijken is, kunnen we elders in de stad een plek vinden. Mm-hmm. Nou, we hebben daar nog geen besluit over genomen en het gesprek over de begane grond of de eerste verdieping is ook nog steeds gaande. Dus wat ons betreft liever op de begane grond met een baliefunctie waar de entree wat makkelijker is. Dus in die zin ben ik het met de mensen eens. Maar nogmaals, we hebben er nog geen besluit over genomen. De gesprekken lopen nog.